Goedemorgen vanuit West Wendover. Deze campground stelt niet heel veel voor, maar één voordeel. Ze hadden heerlijke douches hier op de Coa Campground. En dat mocht ook wel na 2 dagen in de wildernis. Vandaag gaan we proberen Californië te bereiken. Dat kan via de snelweg I-80. Maar dat kan ook via een alternatieve route. En die gaan wij proberen. En daarover later meer. This is the most important one though, right there. We zijn aangekomen in het woestijnstadje Eli. En dat is het beginpunt van onze tocht over de eenzaamste weg van Amerika. Van Eli naar Reno. We hebben gehoord dat je in dit hotel een stempelboekje kan ophalen. Dat hebben we zojuist gedaan. Dus nu kan de tocht echt beginnen. Maar zijn we goed voorbereid? Extra water. Check. Volle tank. Check. Lien heeft net een mooie plek gespot met hele oude auto's. Dus we gaan nu een kleine fotoshoot organiseren. Met toestemming van de eigenaar van dit stukje land. Hij mag wel iets meer aansluiten, vind ik hoor. Wat doe je? Het moet de auto van Bonnie en Clyde zijn geweest. Dat is de redactie en de drukkerij van de krant. Hallo. The courthouse. We're the jury of Austin. So, how do you plead? Not guilty. Not guilty. Bread. What's bread? Brood. Bread and water. Bye. Have a nice day, bye. Bye. Stempeltje 3. Yes! En dat was Austin. Hoe was dat, Aline, in een Trump pit? Ja, het was interessant. We kwamen zelfs midden in een discussie. En het enige wat ik hoorde was van, ja, zelfs Trump kon niet helpen om de gevangenis in te krijgen. Dus ik weet het niet meer. Die pizza, die was echt goed. Dat was de beste pizza.
chauffeur van dienst. Ja, als het jou gebeurd was. Harder naar achteren. Papa, misschien moet jij het doen. Dankjewel, Matje. Kom je toch nog goed van pas. Laat hem nu hierachter. Als Edje nou zijn avontuur heeft, I'm the man. Goedemorgen, het is nu 9 uur. We zijn in Fallon, nog steeds langs de Highway 50. Het plan is vandaag om nog even een stempeltje te halen hier in Fallon. En dan door te gaan en dan nog één of twee andere stempeltjes op te halen. En dan is het doel ergens in de buurt van San Francisco uit te komen. Nice one. Het is het vijfde stempeltje. You guys having fun? Oh yes. Yes, really fun. Taste the dirt as I hit the ground. You've been through it all. How far are you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your Het laatste stempeltje is gehaald hier in Carson City. Dat betekent dat we alles gehaald hebben. We hebben zelfs meer dan 5, dus we hebben er 6. Het kaartje is afgescheurd ingeleverd. En nu als de wieden weer gaan naar Petaluma, in ieder geval een plaatsje ten noorden van San Francisco. Yeah. Let's go! Kwart over 8 hier in Petaluma, dat is in de buurt van Napa, ongeveer 1,5 uur ten noorden van San Francisco. We hebben hier een campground besproken, dus we gaan nu de formaliteiten regelen en dan kijken welke plek we toegewezen krijgen. Ik denk dat het zo goed is, toch?